Vandaag gaan wij Vodka Boys cocktails maken. Ik maak de kamikaze. En ik maak de balalaika. En om heel eerlijk te zijn, ik weet niet precies waar hij zijn oorsprong vandaan kent. Maar ja, dat maakt gewoon niet uit. We gaan hem gewoon voor je maken. En we gaan het natuurlijk ook voor je proeven. De balalaika is eigenlijk een Russisch snaarinstrument. En het is dus ook een typische Russische cocktail. Daarom gebruik ik ook Russian Standard als vodka als basis. En ik ga je laten zien hoe het moet. Echt het enige verschil met de kamikaze is dat in plaats van citroen, of in plaats van limoen, gebruik ik nu citroen. En dat is een klein verschil. En we gaan even gewoon het verschil testen qua smaak, wat beter is. Allereerst heb je een verse limoen nodig. Ik ga die voor mij in een cocktail zeker uitpersen. Je kan trouwens ook rosé's limes gebruiken, maar ja, vaak zijn verse ingrediënten toch wel het beste. Verse ingrediënten zijn altijd het beste. Dus dat doen we dus ook gewoon. Ik begin met het uitknijpen van de citroen. Normaal gesproken maak je de verhouding van deze cocktail 1 op 1. Na het uitknijpen van de citroen 30 ml sinaasappellikeur. Dat kan Control of Triple Sec zijn. En 30 ml vodka. Russische vodka, natuurlijk. Russische cocktail vaak, Russische vodka. Dan begin ik nu met de sinaasappellikeur. 30 ml hiervan dus. Yes. En 30 ml vodka. En dan ga ik hem heel even... Wel even, wel heel goed. Kort maar krachtig, schudden. Je moet wel heel goed shaken. Want alle ingrediënten moeten heel goed met elkaar mengen natuurlijk. En serveren in een koud cocktailglas. En dan heb je de kamikaze. En net als de kamikaze schenk ik hem uit in een ijskoud cocktailglas. Dus eerst altijd koelen. Nu zijn beide cocktails klaar en op het eerste gezicht lijken ze veel op elkaar, of niet? Ja, ben ik helemaal mee eens. Beetje, ja, ingrediëntenverschil is ook maar heel klein. Ja. Maar ik denk dat die van mij met citroen, dus de balalaika, grappige naam, iets donkerder is. Ja, klopt. Als je ze naast elkaar zet, lijkt die inderdaad iets donkerder te zijn. Ja, klopt. Lichtjes. Dus, even kijken hoe de smaken dan verschillen. Precies. Proost. Proost, man. Een frisse en zoete citrus cocktail. Ja, natuurlijk logisch met sinaasappellikeur. Ik vind hem eigenlijk nog best wel sterk, of niet? Ja, vodka en sinaasappellikeur is best wel sterk inderdaad. Ja, vodka, tenminste alcohol op alcohol. Ja. Dat is altijd, Met een klein beetje, ja, vruchtensap. Het is wel gewoon lekker, maar lekker fris. Laat me kijken of er een verschil is. Ja, even kijken, citroen. Dit is nu citroen en limoen. Ja. Okay. Mijn voorkeur gaat dan duidelijk uit naar limoen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind die citroen wel beter. Ja, apart man. Smaak verschillen. Ja, smaak verschillen inderdaad. Vind ik iets zoeter. Ik vind deze eerst iets zuurder en dat vind ik lekker. Okay, dat dan hebben we duidelijk een verschil. Ja. Zoet en zuur. Ja. Limoen zoeter en citroen is zuurder. Maar goed nog een cocktail om een keertje te drinken. Probeer ze allebei een keer uit. Wij gaan er verder van genieten. En drink smakelijk. Check ook onze andere video's, andere cocktails, allemaal op onze website. We zien je de volgende keer weer terug. Ciao. Ciao.